Nou, de naam van het project is Wie of wat vangt de beverrat? En wat we hebben gedaan is, we hebben een systeem ontwikkeld die selectief beverratten kan vangen. En daarmee bedoel ik dus geen andere diersoorten onnodig dierenleed aandoet. Nou, hoe deze kooi werkt is door middel van beeldherkenning wordt een computertje wordt aangestuurd met een camera aangekoppeld. Deze camera kan dan herkennen wat voor diersoort het is. Na een herkenningspercentage van een bepaald percentage boven een bepaald percentage kan dan de kooi open of dicht worden gelaten. Loopt er een beverrat in, dan valt hij dicht. Loopt er een eend in, dan blijft hij open. Onze eigen rol in het project was dat wij de biologische kennis hebben verschaft. Bijvoorbeeld beverratten die zijn nachtdieren en daarom hebben we nachtfoto's gebruikt bij dit project. Daarnaast hebben we dit in samenwerking gedaan met Alflex en Eye Control. Die hebben meer de technische kant gedaan en zo zijn we tot het eindproduct gekomen. Nou, de impact van het project is dus dat je beverratten selectiever kan vangen. Hier heb je dus geen onnodige bijvangst, zoals bijvoorbeeld eenden of otters. Waarvan otter een beschermde diersoort is, dus je wil niet dat deze onnodig sterft door onnodig gevangen worden in een kooi. Deze techniek is ook toepasbaar op andere exoten, waardoor veel onnodig dierenleed voorkomen wordt.